kijkers van Online Games en van Nachtelijk Herkomt Terug bij een fantastisch gloednieuwe serie, namelijk het tweede seizoen van City Skylines. Goed jongens, welkom weer eindelijk weer terug bij een nieuw seizoen van City Skylines, het tweede seizoen. Jongens, het eerste seizoen was natuurlijk hartstikke mooi, was succesvol. Ik heb een beetje teruggekeken hoe wij het eerste seizoen hebben gedaan. Ik heb wat oude video's van wij teruggekeken in het jaar 2019. Toen hadden we City Skylines opgenomen. Dus die heb ik een beetje teruggekeken. We hebben natuurlijk ook een mooie party wereld. Maar ik ga nu wel een andere wereld pakken. Want elke keer hetzelfde wereld is natuurlijk niet zo leuk. En je wilt natuurlijk ook wel wat dingen veranderingen inbrengen. Ik heb deze game bijna dan een jaar niet meer gespeeld. Er zijn misschien wel nieuwe updates. Ik weet wel dat er allemaal DLC's zijn. Maar voor sommige DLC's moet je voor betalen. Misschien doe ik dat nog wel. Dus we moeten gewoon even bekijken. Ja, dus vanaf nu. Elke maandag, woensdag en op vrijdag om 17:30 op dit kanaal. City Skylines seizoen 2 natuurlijk. Dat is gewoon City Skylines aflevering 1, 2, 3. En we gaan dus gewoon verder met het tweede seizoen. Ik heb er behoorlijk voor zin. Ik hoop jullie ook laten gewoon lekker beginnen. Dan komen we helemaal goed. Perfect, prima, goed. Ja, goed. Prison Ice Attack is dood. Die komt ook niet meer. Misschien ga ik er nog wel ooit een vierde seizoen kicken. Maar hey, weet je, City Skylines is er nu. We moeten er nu gewoon van genieten. We klikken hier op nieuw game. Nieuw scenario of een nieuw map. Oh, kun je dat tegenwoordig ook? Laten we een nieuw map. Kijk, je hebt verschillende. Wacht even, waarom doet hij niet nieuw map? Kijk, je hebt deze map, Blackwood. Je hebt die. Die hadden we de vorige keer. Deze Foggy Hills. Je hebt hier geen plassen water, zie ik. Je hebt heel veel water. Is dat... Oh, kijk. Je hebt ook... allemaal andere gebieden, maar... moet je voor betalen, zie je dat? Dus ik kan echt alleen... uit deze gebieden. Deze, two rivals, twee rivier Sandy Storms. Het is leuk, maar... dit is ook niet echt... wat wij ons plaats hier rivalen. Er zit al een stuk snelweg eroverheen. Island, IJsland. De Grand River. Ik denk dat ik deze ga pakken. Kan ik? Nee, ik kan het. Zullen we... Seizoen 2. Zo noem ik hem even, seizoen 2. Left hand traffic. Laat die even uit. Zetten. Ah ja, voor building 84%, dat is best wel veel. Next. Nou, ik wil wel met geld. Cheese, dat ga ik allemaal uitzetten. Dag en nacht. Dat zal ik even... dat kunnen we volgens mij... We zijn hem op start. Ik denk dat we daar hier aan moeten kunnen...
En dan gaan we kijken wat voor wie. Ja. Het is natuurlijk allemaal in het Engels. Dus. Ja, meestal. Want na Minecraft komt er ook een fantastisch goed nieuwe serie aan. Is ook een Engelse game. Ja, hij stond eerst in het Japans. Dus ik moest dat in het Japans, moest ik dat in het Engels zetten. Dat was wel verschrikkelijk, maar ja. Maar goed. Nou. Oeh, let's start by building some roads. Een enorm groot. Oeh, kijk, hij heeft twee ingangen. En het is echt serieus zo. Gewoon een fucking rivier. Je hebt hier een ingang. En je hebt hier een ingang. Oké. Okay. Dat is allemaal leuk en aardig. Dus je kunt op twee verschillende kanten kun je komen. Ja. Ingang, uitgang. Oké. Okay. 6 februari 2021. Gratie is allemaal niet gebruikt. Dus we moeten echt. Nu heb je ook deze. Oeh, kijk, jij hebt wel een behoorlijk wat geld. 69, dus we moeten niks verwijderen. Dus ik ga hier een klein stukje rechtdoor doen. Maar hij gaat op één kant geeft hij maar. Dus je kunt niet. Gaan we aan deze kant dan eerst beginnen met een wijk hier. Laten we daarmee maar beginnen. En dan wil ik toch beginnen met zo'n weg, maar kijk, dan heeft hij echt zo. Dus we moeten denk ik een piepklein stukje zo doen. En een stukje rechtdoor. Want dan heeft hij. Wat is dit dan voor weg? Kijk, dief. Ja, dit is. Laten we eerst zo'n weggetje doen. Kijk. Gewoon dat dit een straat is. Tot hoever? Tot dan hier is een wijk, ja, of een straat. Dit zijn dus eigenlijk de achterburen.
Dus dit wordt de eerste wijk die we hebben. En af en toe van die zijstraat. Zie je? Dan kun je hier achter zeggen een speeltuin. Ja, iets van maken. Moeten we even gaan bekijken. En dan kunnen we... Dit is ook één stuk. Dat we dan... Maar hij moet ook een uitgang hebben. En die uitgang maken we... Ja, dat moet wel. Zie je? Ja, de uitgang en de ingang wordt zo. Boah, dan wordt dit de eerste weg. Huizen waren groen. Dit waren winkels. Winkels die heb ik ook nodig. Laten we eerst... Hier zo een wijk van maken. Deze kan niet. En dan maken we hier. Dit aan. Juist. Ik heb stroom nodig. En water. Waterpump. Want anders komen we dan niet. Water zet ik hier. En dat vuil dat kan hier, want de water die moet sowieso. Kijk, dan zag ik die kachin. Hij moet eigenlijk... onder de straat doorheen lopen. Dus hier zo. Dat heb ik wel geleerd. Ja, het is een hele tijd geleden dat ik deze game heb gespeeld. Ja, nu heeft hij volledig water, zie je? Dan hoeft dat... Deze kant ook niet. Daarvoor heb ik windmolens nodig. Nu heeft hij... Als ik hem nou zo zou zetten... Dan zal die huizen dadelijk automatisch hier komen. Dit wordt industrieterrein. Laten we... gaan. Bouwen. We kunnen dit natuurlijk altijd nog een stukje veranderen.
Oh ja, dit kan natuurlijk ook. Nu moet het extra los. Dan krijgen we dat. De kommerhuizen, juist. De warenhuizen gebouwen, dan zet ik hem nu even op pauze. Want dat ga ik hier in het streekgebied maken. Ja. Hier een stuk. Oh. Ja. Dat doe ik helemaal verkeerd weer. Ja, echt dat we die rand goed gaan gebruiken. Uiteraard moet die hier zo ook een weg en dan moet ook een snelweg. Ja, laat ik een snelweg dan hier zo. Overheen zetten. Ja. Ja, het hoeft niet per se, ja. Want ik had echt alles op elkaar gepropt. Maar laat ik dit even zo laten, dan moeten ze maar helemaal omrijden. Dan is dat maar zo. Maar het gaat om het idee. Dan. Water. En dan het vel. Het vel, dat doen we hier. Water, kijk, zo. Als dit nou zo doen. Oké, dan hebben we alvast. En even een klein stukje industriegebied. En de rest dat moeten we maar even gaan bekijken. Dan spoelen we nu even door. Want dan gaan ze die huizen gaan ze bouwen. Ze komen via deze kant. Komen er mensen. Wonen. Alleen dan moeten we ervoor zorgen dat we dit. Hier zo nog aansluiten. Het geld is bijna op. Ja, je kunt natuurlijk ook wel onbeperkt geld, maar dat zie ik niet zitten.
geschiedenis. Het is natuurlijk, ja. Er komen hier al mensen. Hier ook. Nog nul. Ze hebben geen stroom. Die stroom, die moet vandaar naar die huizen komen. Hier nog niks, maar er wordt ook nog niet gebouwd. Maar dat komt vanzelf. Het ziet er leeg en verlaten uit. Er zijn 5 mensen in het 33. Ik zie nog niemand. Ik heb nu op doorgespoeld. Show in-game pop-ups. Ik zie daar een auto. Ik zie hier auto's. Maar die rijden rechtdoor. Hier komen wel mijn auto's.
Maar dan moeten ze die brug over. Blijf op die snelweg rijden. Ze rijden hier niet naar binnen. Hier heb zo wat gebouwd. Komen hier allemaal vrachtwagens komen binnen, maar hier. Nee, maar dat gaan we de volgende keer wel even gaan bekijken. Gaan we woensdag wel zien, ja? Vond je deze eerste aflevering tof? Laat mij maar weten. Maar ik heb dus nog geen enkele mens gezien. Ja. Dus moeten we even gaan bekijken. Ja, ik ga het hier zo laten kijken. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot woensdag dan maar weer, jongens. Mazzel!